Broeders en zusters, allen met wie wij digitaal verbonden zijn op deze toerustingsmorgen. Wat is het goed dat we uit de Bijbel hebben gehoord wat over vrijheid is te zeggen en wat vrijheid wezenlijk is. En nu luisteren wij vervolgens naar het getuigenis van de kerkhervormer Maarten Luther. En die volgorde is natuurlijk niet willekeurig. Er is wel eens gesproken over protestantse heilige verering rond 31 oktober. De Rooms-Katholieken vieren Allerheiligen op 1 november. De protestanten doen dat een dag eerder. Maar we willen zeker niet in de valkuil vallen om mensen te veel eer te bewijzen. Laten we nuchter blijven. Luther was ook maar een mens. Professor Selderhuis schrijft: de man die als monnik moest leren ootmoedig te zijn, had een dusdanig groot ego gecombineerd met een vaak storend temperament, dat hij gemakkelijk vijanden kreeg en het zijn eveneens daardoor beperkte aantal vrienden vaak moeilijk maakte. We moeten en we willen hem nemen zoals hij is, zei Calvijn, want Luther heeft ons het evangelie teruggegeven. We weten dat Luther inhoudelijk ook wel eens behoorlijk de plank missloeg. Ik denk vooral aan wat hij over de Joden heeft geschreven. Dat was zonder meer discriminerend en het had maar beter nooit op papier kunnen verschijnen. En zo is er wel meer op zijn uitspraken aan te merken, maar er is die andere kant waar Calvijn op wees. Hij zegt: Luther heeft ons het evangelie terug mogen geven. Het evangelie van de vrijheid. Luther was een mens op zoek naar God, van jongs af aan tot zijn sterven toe. De rode draad is het door zijn leven. En op die zoektocht heeft Luther de geweldige schat van het evangelie van Gods genade in Christus herontdekt en opnieuw aan de mensen bekendgemaakt. In heldere taal en met grote bewogenheid. En daarom is Luther met Calvijn, Boetser, Zwingli en zoveel anderen ons lief. Namelijk als instrument in de hand van de Heilige Geest. Als geschenk aan de kerk van de 16e eeuw en niet minder nog altijd aan de kerk van de 21ste eeuw. Om Luther en de zijnde recht te doen, moeten we ze wel kennen. Dat wil zeggen, we moeten hun geschriften lezen en goed luisteren naar waar het hun om begonnen was. En als we dat niet zouden doen, ja, dan prijzen wij wat wij niet kennen, zoals anderen kritiseren wat ze niet kennen. En dan gaan we net zoals die anderen aan de kern van de zaak voorbij. Het getuigenis van Luther is actueel. Het wordt helaas door velen in onze tijd ontkend of miskend. Er wordt dan een negatief beeld geschetst van de mens van de 16e eeuw die nog bezig was met de vraag hoe hij aan de toren van God tegen de zonde zou kunnen ontkomen. Bang gemaakt door een strenge prediking van de kerk, had die mens er veel voor over om na de dood niet in de hel terecht te komen. Voortdurend was men op zijn hoede voor de gemene streken van de duivel. En Luther had daar als mens tussen God en duivel zelf in zijn leven ook veel last van. Maar gelukkig, zo stelt men dan, wij zitten daar niet meer mee als moderne en postmoderne mensen. Wat moeten we hierop zeggen? Het is uiteraard waar dat ook Luther een kind van zijn tijd was. We komen in zijn levensbeschrijving zaken tegen waar wij als 21ste eeuwers vreemd tegenaan kijken. Tegelijkertijd is het zo dat Luther bezig was met de zogenoemde perennial questions, de trage vragen, de grote vragen die door alle eeuwen heen met de mensen meegaan. Wat is de zin van mijn leven? Hoe kan ik met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan? Wanneer ben ik echt vrij? En hoe kan ik weten dat ik bemind ben, dat ik waardevol ben? Hoe moet ik omgaan met lijden en dood, met eenzaamheid en met pijn? Ik wil nu met u grijpen naar een boeiend geschrift van de toen 37-jarige Luther, namelijk het bekende traktaat over de vrijheid van een christen uit 1520. In de open brief aan paus Leo X, die bij dit boekje is gevoegd, schrijft Luther dat hij dat boekje aan hem opdraagt als een teken van te sluiten vrede en van goede hoop. Karel von Miltitsch, pauselijk kamerheer en gezant, koesterde nog altijd de hoop dat er een brug kon worden geslagen over de sinds 1517 gegroeide kloof tussen Luther en Rome.
Hij drong er bij Luther op aan om door middel van een niet polemisch geschrift met een begeleidende brief aan de paus helderheid te verschaffen over zijn positie. Luther schrijft dan aan het adres van de paus: het is een klein boekje als u op de omvang let. Maar als ik mij niet vergis, is de hoofdzaak van het christelijke leven hierin kort samengevat, als u de betekenis wilt vatten. Inderdaad, wij kijken Luther hier in het hart en we horen het hart van zijn boodschap kloppen. En wie onbevangen luistert, hoort een actuele boodschap die in de 21ste eeuw nog net zo relevant is als in de 16e eeuw. Het is inderdaad maar een klein geschrift. U zou het allemaal op één avond kunnen lezen. En waarom zou u dat niet eens doen? Het boekje is opgebouwd rondom twee stellingen. Namelijk, een christen is een zeer vrije heer over alle dingen, aan niemand onderworpen. En de tweede stelling, een christen is een zeer dienstvaardige knecht van allen, onderworpen aan allen. Vrijheid is hier het sleutelwoord en dat is, we hebben het al gehoord, een ideaal dat de mens van alle tijden aanspreekt. Ja, aan niemand onderworpen zijn, autonoom, je eigen baas. Wie wil dat niet? Zelf beschikken over je leven en zelfs over je sterven. Maar bedoelt Luther dat wel met die woorden, een christen is een zeer vrije heer over alle dingen aan niemand onderworpen? Of is het toch heel anders, omdat hij erop laat volgen, een christen is een zeer dienstvaardige knecht van allen, onderworpen aan allen. Hoe moet ik dat met elkaar rijmen? Radicale dienstbaarheid en tegelijkertijd optimale vrijheid. Die twee stellingen die zijn paradoxaal geformuleerd, schijnbaar tegenstrijdig. En toch spreekt de reformator geen wartaal. De achtergrond ligt in de leer aangaande Christus die de Kyrios is, de Heer over alles, maar die als een knecht der knechten wilde komen in vrijwillige diepe vernedering. De gelovige nu is met Christus innig verbonden en is daardoor ook zelf tegelijkertijd Heer en knecht, vrij en dienstbaar en zo wordt Christus weerspiegeld in de Christen. Daarbij is het wel zo dat wat in Christus volmaakt is, in de Christen nog altijd stukwerk is, werk in uitvoering. In de gelovigen is er de voortdurende strijd tussen wat Luther noemt de geestelijke natuur en de lichamelijke natuur. En hij bedoelt daarmee de nieuwe mens en de oude mens. De geest, met een hoofdletter G, en het vlees. Eerst maar alle aandacht voor die eerste stelling, dat feest van de vrijheid. Je bent als christen een vrije man, een vrije vrouw, die aan niets en niemand onderworpen is. Waarom ben je vrij? Omdat je niet meer in de zorg hoeft te zitten of je wel genoeg goede werken hebt, of je wel een voldoende haalt op je rapport bij God. Nee, je grijpt je gelovig vast aan Christus. Dat wil zeggen aan de belofte van het evangelie dat ieder die in hem gelooft volkomen vergeving van zonde ontvangt en voor eeuwig Gods kind en erfgenaam is. En dan ben je dat ook. En dan heb je dat ook. Al zou de hele wereld en dan zou de duivel met al zijn demonen het van je willen afpakken. Dat is je vrijheid. Een goddelijke vrijspraak. Wie kan je dan nog veroordelen? Hoe kan de duivel, de hel, de dood je nog kwaad doen? Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn, Romeinen 8. Op de vraag hoe de mens rechtvaardig en vrij voor God wordt, klinkt het heldere antwoord uitsluitend door het woord, niet door uiterlijke omstandigheden of door goede werken. In het gepredikte evangelie vindt de ziel haar rijkdom. Ik citeer, laten wij daarom voor vast en zeker aannemen dat de ziel alles kan missen behalve het woord van God. Zonder dit woord is zij met geen enkele zaak gebaat. Heeft ze echter het woord, dan is zij rijk en heeft aan niets gebrek. Omdat het woord van het leven het is. Het woord van de waarheid. Het licht, de vrede, de gerechtigheid, het heil, de vreugde, de vrijheid, de wijsheid, de kracht, de genade, de heerlijkheid. Alles wat
onvergelijkelijk goed is. Tot zover Luther. Christus prediken wil zeggen de ziel wijden, rechtvaardigen, bevrijden en zalig maken als zij de prediking tenminste gelooft. Wanneer je begint te geloven, leer je tegelijkertijd dat alles wat in je is afkeurenswaardig, zondig en te veroordelen is. Dan zegt Luther, wanneer je dit hebt ingezien, weet je dat je Christus nodig hebt die voor jou geleden heeft en is opgestaan. Opdat je door te geloven in hem, door dit geloof, een ander mens wordt. Omdat je al je zonden vergeven zijn en je gerechtvaardigd bent door de verdiensten van iemand anders, namelijk die van Christus alleen. Daarom is een recht geloof in Christus een schat die met niets te vergelijken is, die volkomen behoud met zich meebrengt en behoedt voor alle kwaad. Tot zover Luther. De Heilige Schrift bestaat uit twee delen. Je hebt geboden en je hebt beloften. Je hebt de wet, je hebt het evangelie. De geboden tonen aan wat wij behoren te doen, maar geven niet de kracht om dat te doen. Zo is de wet bestemd om ons zelfkennis te geven. Ons te doen inzien dat wij niet, dat wij nooit in staat zijn het werkelijk goede te doen. Dat wil zeggen, God lief hebben boven alles en onze naaste als onszelf. En zo brengt de wet ons tot wanhoop aan onze eigen vermogens. Wij komen op het nulpunt. En dan en daar schiet het andere deel van de schrift je te hulp. De belofte van God. Geloof je, dan zul je alles hebben. Geloof je niet, dan zul je al die dingen missen. God alleen gebiedt. En God alleen vervult. En die vervulling vindt niet plaats door onze goede werken, maar door de innige verbinding van de ziel met het woord van God. Ik citeer, want als een aanraking van Christus al genezing bracht, hoeveel te meer zal dan deze zeer tedere aanraking in de geest, dit opgaan in het woord, alles wat aan het woord eigen is, aan de ziel mededelen. Dit is derhalve de wijze waarop de ziel door het geloof alleen, zonder de werken, door het woord van God rechtvaardig, heilig, waarachtig, vredig en vrijgemaakt wordt. Met alle goed wordt vervuld en in ware zin kind van God wordt. Zoals staat in Johannes 1, hun die in zijn naam geloven, heeft die macht gegeven om kinderen Gods te worden. En dan zegt Luther dat die verbinding met het woord van God niet tot stand komt door enig goed werk, maar uitsluitend door het geloof. En hij zegt dan, alleen het geloof en het woord regeren daar. Zoals het woord is, zo wordt door het woord ook de ziel. Evenals ijzer, dat door vuur is verhit, groeit als vuur. Vanwege de vereniging met dat vuur. En zo wordt duidelijk dat de christenmens voor alles aan zijn geloof genoeg heeft en geen werken nodig heeft om gerechtvaardigd te worden. En als hij de werken niet nodig heeft, heeft hij ook de wet niet nodig. En als hij de wet niet nodig heeft, is hij zonder twijfel vrij van de wet. En het is waar dat de wet niet is gesteld voor de rechtvaardigen. Luther laat dus zien dat de eerste kracht van het geloof dit is, dat het geloof ons verenigt met het woord. En de tweede kracht van het geloof is dat het de belovende God voor waarachtig houdt. Een groter eer kan je aan God niet bewijzen, zegt Luther dan. Terwijl het omgekeerde, God voor een leugenaar houden, het ongeloof dus, is de ergste vorm van godslastering. Waar het geloof ontbreekt, treedt deze goddeloosheid op en kunnen de werken geen enkel nut hebben, zelfs al zijn het de werken van engelen of van apostelen. Maar waar het geloof wel is, daar heiligt de ziel de naam en vervult zo het eerste gebod met een allesomvattende gehoorzaamheid. Eren wij God, dan eert hij ons, door ook aan ons waarheid en gerechtigheid toe te kennen vanwege dit geloof. Ik geef nu een breed citaat over de zogenoemde vrolijke ruil. Luther zegt, de derde onvergelijkelijke genade van het geloof is deze,
dat het de ziel verbindt met Christus als een bruid met een bruidegom. En door dit geheimenis, zoals de apostel leert, worden Christus en de ziel één vlees. En wanneer ze één vlees zijn, en tussen hen een waarachtig huwelijk, ja zelfs het allervolmaakste huwelijk gesloten wordt, hoewel het menselijk huwelijk maar een zwakke afbeelding is van dit ene, dan volgt daaruit dat zij alle dingen gemeenschappelijk hebben, zowel de goede als de slechte. Daarom kan de gelovige ziel zich beroemen op alles wat Christus heeft, als was het van haarzelf. En alles wat de ziel heeft, eigent Christus zich toe, als was het van hem. Laten wij die dingen vergelijken en wij zullen onschatbare dingen zien. Christus is vol van genade, leven en heil. De ziel is vol van zonde, dood en veroordeling. Komt nu het geloof tussen beiden, dan gebeurt het dat zonden, dood en hel van Christus zijn. En van de ziel genade, leven en heil. Want hij moet, als hij de bruidegom is, tegelijk dat wat de bruid heeft aannemen en dat wat van hem is aan de bruid schenken. En deze bijzondere persoon maakt de zonden, de dood en de hel van zijn bruid, omwille van de trouwring van het geloof, tot gemeenschappelijke, ja zelfs tot zijn eigen zaak, waarmee hij niet anders omgaat dan alsof ze van hemzelf waren en hij zelf gezondigd had, waar Christus deze rijke en godvrezende bruidegom, dit arme goddeloze hoertje, tot vrouw neemt, haar vrijkoopt van al haar kwaad en haar siert met al zijn zegeningen. Want nu is het onmogelijk dat haar zonden haar te gronden richten, omdat ze op Christus gelegd zijn en in hem verzwolgen. En zij heeft in Christus haar bruidegom, haar gerechtigheid, waarin ze mag roemen als was het haar eigen gerechtigheid. Tot zover Luther. En zo worden de gelovigen nu in Christus koningen en priesters. En dan gaat het om een koningschap dat nog altijd in het teken van het kruis staat. Het gaat om een geestelijke macht. Het gaat om kracht die in zwakheid wordt volbracht. Zo mogen wij heersen te midden van vijanden en sterk zijn te midden van verdrukkingen. Kruis en dood zijn gedwongen om ons te dienen en mee te werken aan ons behoud. We zijn dus ook vrij ten opzichte van de levensomstandigheden, de situaties waarin we verkeren. En behalve vrije koningen zijn we ook priesters in eeuwigheid. Op grond van dit priesterschap zijn wij waardig om voor God te verschijnen, voor anderen te bidden en elkaar goddelijke dingen te leren. Met vertrouwen mogen wij door de geest van het geloof voor God verschijnen en roepen: Abba, Vader. Zie hier het feest van de vrijheid, dat de gelovigen elke zondag mogen vieren in hun diensten en door de week in heel hun leven. Elke zondag. Elke dag is bevrijdingsdag en elke avondmaalsviering is een eucharistie, een verwonderde dankzegging. Maar ja, nu wordt het toch wel hoog tijd om nader te bekijken wat Luther bedoelt met die tweede stelling. Een christen is een zeer dienstvaardige knecht van allen, onderworpen aan allen. En daarmee verweert hij zich tegen de karikatuur dat goede werken er op geen enkele manier meer toe zouden doen en dat we dus maar naar hartelust kunnen zondigen, omdat de genade dan toch alleen maar overvloediger wordt. Nee, zo is het niet. Het is niet zo dat gelovigen als gearriveerde mensen achterover kunnen gaan leunen. We zijn immers in onszelf allerminst volmaakt, terwijl we dat tegelijkertijd in Christus wel zijn. Simo, justus, ac peccator. Tegelijkertijd rechtvaardige en zondaar. Deze spanning brengt strijd met zich mee. In dit sterfelijke leven op aarde is het noodzakelijk het eigen lichaam in toom te houden en in dienende liefde met mensen om te gaan. Leven in de christelijke vrijheid betekent niet dat er geen strijd meer zou zijn. Er is de blijvende worsteling tussen de geest en het vlees, tussen de nieuwe mens en de oude mens. Nu kan Luther hier door zijn formuleringen het misverstand wekken dat hij het lichaam
als minderwaardig zou beschouwen ten opzichte van de ziel. Of dat hij de invalspoort van de zonde voornamelijk in het lichamelijke aspect van het mens zijn zou zoeken. Maar dat bedoelt hij toch niet. Hij bedoelt met de strijd tussen de innerlijke en de uiterlijke mens niet anders dan de strijd tussen het nieuwe leven in Christus en het taaie verzet van de oude Adam. En deze strijd tegen het vlees heeft niets met verdienstelijkheid te maken. Waarom dien je God? Nergens anders om dan omdat hij het waard is gediend te worden. Al was er geen hemel en al was er geen hel. Zoals Adam en Eva in het paradijs. Ze hadden alles al. Ze kregen alles zomaar. Helemaal gratis. Ze hoefden niets te verdienen, niets waar te maken, alleen maar te vertrouwen op hun schepper en koning. En zo is nu ook de gelovige opnieuw in het paradijs geplaatst en opnieuw geschapen. En hier geldt de grondregel: goede werken maken een man niet goed, maar een goede man doet goede werken. Slechte werken maken een man niet slecht, maar een slechte man doet slechte werken. Met andere woorden, als eerst de boom maar goed is, doordat hij in de weg van het geloof is overgeplant in goede aarde, namelijk Christus, dan worden vanzelf de vruchten van die boom ook goed. De vrijheid waarmee Christus bevrijdt, wordt ingevuld door liefde. Christenen zijn vrij om liefde hebben. De liefde is de vervulling van de wet en tegelijkertijd de invulling van de vrijheid. Dien elkaar door de liefde. Want zo wordt de wet vervuld en sta je in de vrijheid waarmee Christus je vrijgemaakt heeft. En niet door godsdienstige prestaties, door godsdienstige make-up waarmee we onszelf mooier willen maken dan we zijn, maar door onszelf over te geven aan Christus in geloof. En zo zijn geest in ons te laten werken. Dan gaan we ons spontaan gedragen als geliefde kinderen. En groeit en bloeit de vrucht van de geest in ons leven. Zoals Paulus dat aangeeft in Galaten 5. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid en trouw, zachtmoedigheid en matigheid. Wat een oogst waar de geest voor zorgt. Vrijheid in Christus als in een tuin waarin je wandelt. Een hof waar je met blijdschap je hemelse vader prijst en dient. De ruimte van Psalm 119. Dan wandel ik vol moeds op ruimer baan. Nu gebruikt Luther in dit verband een nogal gewaagde uitdrukking. Als hij zegt dat wij dan als het ware voor de ander worden wat Jezus voor ons is. Hij zegt wij worden voor onze naaste een alter Christus. Een andere Christus. Ik citeer, daarom, zoals de hemelse Vader ons in Christus genadig te hulp gekomen is, zo moeten wij ook genadig door het lichaam en zijn werken onze naaste te hulp komen en een ieder als het ware voor een ander een Christus worden, zodat wij wederkerig Christussen zijn en Christus in allen dezelfde is en dat is waarachtig Christen zijn. Einde citaat. Hij bedoelt dit zoals het staat in Filippenzen 2 vers 5. Laat daarom die gezindheid bij u zijn die ook in Christus Jezus was. In navolging van onze meester die kwam om te dienen, willen wij graag ieder dienen. Een bevrijd leven is een leven waar je van de kramp afkomt. Je mag de prestatiementaliteit achter je laten. Je hoeft jezelf niet meer zo nodig waar te maken, koste wat het kost. Je hoeft ook op de godsdienstige ladder niet meer met de tanden op elkaar omhoog te klimmen. En zo kom je aan de Here en aan de naaste toe. Dan komt er plaats om naar de ander om te kijken, om de ander te helpen en te ondersteunen. Waar je in Christus als koning boven alles uitgetild bent, daal je als priester weer af in zelfverloochening en opofferende liefde. Dat is in het christenleven
de antithetische eenheid van heerschappij en dienstbaarheid. Uiteindelijk houden we toch alleen het kruis van Christus over. Daar is ons bevrijding geschonken, door het offer van de hoogste liefde. Als ik van die liefde mag leven, wil ik in liefde mij geven. Dat is wat Luther bedoelde. Een christen is vrij van alle heren en meesters. En tegelijkertijd is hij of zij aller dienaar. Hij of zij wil niets liever. Want dat is pas vrijheid. Wanneer we ons laten leiden door de geest van Christus, zullen wij ervaren. En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. En dat is niet de vrijheid van die man die zonder parachute uit het vliegtuig springt. Het is ook niet de vrijheid van de luchtballon die doelloos wegzweeft en straks kapot slaat. Maar het is de vrijheid van de vlieger die vrolijk buitelt in de lucht, maar intussen stevig wordt vastgehouden door een liefdevolle hand. Dwaas is wie vrij wil zijn als de luchtballon. Wijs is wie door het geloof in Christus vrij wil zijn als de vlieger. We hebben met elkaar een verkennende reis gemaakt door het landschap van het boekje van Luther. En het is zeker waar dat wij heel veel klanken hebben gehoord die we in het eerste referaat al hadden gehoord. Want Luther wilde niet anders dan het woord van God getrouw naspreken. En zo bracht hij het evangelie van de vrijheid. Niet de vrijheid van het liberalisme. Niet de vrijheid van het socialisme. Niet de vrijheid van de VVD of van D66 of van PVV of van linkse partijen. Niet de zogenaamde vrijheid die als een kameleon de kleur aanneemt van zijn omgeving. De echte vrijheid is in Christus. En daar mag een mens zijn nieuwe identiteit beleven. Als een vis in het water, als een vogel in de lucht en als een vlieger in de trouwe handen van de zaligmaker. Dank u wel.